Kevin, een moeizame middag vandaag. Wat is de verklaring volgens jou? Wij speelden niet goed en Noordwijk is een goede ploeg. Veel beweging en daar kregen we weinig grip op, vooral eerste helft. Tweede helft waren we wel een gedeelte waren we beter, denk ik, voor het eerste gedeelte. Maar ja, het was vandaag allemaal net niet. We speelden vandaag zelf gewoon niet goed genoeg. Dus ja, onverdiend verloren. Of verdiend verloren. Dan krijg je eigenlijk een cadeautje van de scheidsrechter. Nou, dat weet ik niet. Hij wordt wel aangetikt. Ja, je hoeft hem niet te geven, maar ja, hij geeft hem. En ja, daar waren we op dat moment wel blij mee. Maar ja, wat ik zeg, het was vandaag allemaal net niet bij ons. Ja, je lijkt op dat moment de match winnen. Dan hoop je dat Rijnbergse Boys de wedstrijd in handen houdt. Je geeft het dan toch weg. Twee doelpunten binnen anderhalve minuut. Ja, dat mag niet gebeuren natuurlijk. En die gingen er inderdaad heel snel in. En ik weet even niet hoe ze gingen eigenlijk. Maar ja, dat we er niet goed uitzagen met Zanger, dat is wel duidelijk. En ja, als je 1-0 voorkomt, dan mag je het niet zo snel weer uit handen geven. Op karakter kom je toch terug op het 2-2. Wil je daarna dan toch te veel? Ja, misschien wel. Dat zit ook wel een beetje bij ons in de ploeg. En ja, misschien heb je wel gelijk dat als je niet goed speelt, dan kan je beter een puntje koesteren af en toe. Dan dat je volle bak voor die 3-2 gaat. En de ene keer gaat het goed en nu gaat het verkeerd. Dus ja, dat zit in onze ploeg en dat zou je er niet zomaar uithalen. Maar ja, vandaag krijg je de deksel op de neus, zeg maar. Je bent net uit de kleedkamer gekomen. Wat was de stemming daar? Wat denk je? Nou ja, ik kan het wel raden. Ja, nou ja. Ja, die was rustig. En we hebben ook meteen gezegd dat we niet in paniek moeten raken. Dat we volgens mij nog steeds tweede staan. En je staat 4 punten achter op Spakenburg. Maar ja, we hebben een serie neergezet van 4 keer winnen achter elkaar. En nu verlies je een keer. Kijk, dat is voetbal. Als je zelf niet goed speelt en je speelt er een ploeg als Noordwijk, ja, dan ga je erop. En dat was vandaag. Maar het is sowieso zaak om geen paniek te gaan zaaien. En dit overkomt je een keer. Van de week was jij net in het nieuws, omdat je voor een jaar hebt bijgetekend. Erg vroeg. Ja, nou ja, ze vroeg het vorige week en of ze een gesprek aan mochten gaan. En daar heb ik mee ingestemd en eigenlijk binnen 5 minuten was het gebeurd, denk ik. Ik denk dat het de snelste ooit was. En ik heb het hier super naar mijn zin en ook naar vanmiddag. En het is lekker dichtbij en een goede groep en ja, ik voel me hier best thuis en dan hoeft het niet te lang te duren, denk ik. Ja, dan kan het snel duidelijk zijn. Het is toch niet zo dat je denkt, lukt het dit jaar niet, dan doe het volgend jaar? Nee hoor, we hopen dat het dit jaar lukt en volgend jaar ook. En ik ben helemaal niet bezig met volgend jaar en laten we eerst zorgen dat we dit jaar goed afsluiten. En laten we dit als les nemen, dat het allemaal niet vanzelf gaat. En dan heb ik er nog steeds alle vertrouwen in. Je kwam hier met 2 jaar, je gaat het nu per jaar bekijken? Ja, gezien mijn leeftijd lijkt me dat wel verstandig. Ze wilden wel iets langer nog, maar ik heb zelf gezegd van ik wil het van jaar tot jaar bekijken. Ik word ook een dagje ouder en ik moet het aankunnen en ik moet er nog plezier in houden, dat is het belangrijkste. En als ik er volgend jaar geen plezier in zou hebben en ik zou langer tekenen, daar heb ik niks aan en daar heb Rijnsburg ook niks aan. Dus ik heb gezegd van ik wil sowieso per jaar bekijken. Wat de toeschouwers betreft, is het niet aan jou niet af te zien omdat je ouder wordt? Ja, nou ja, misschien niet. Nou, ik weet het niet. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja, geen idee. Nou, volgende week maar de winst tegen ANC. Ja, daarom. Ja, dan moet het ook niet in paniek raken. En je krijgt een keer een cookie en die is vandaag. En vanaf maandag gewoon weer volle bak trainen. En dan komt het volgende week weer goed, denk ik.